De protestactie van de IMEO-scholen vandaag op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur liep uit op een confrontatie tussen Wilco Valies, voorzitter van de Bond van Leraren, en onderwijsminister Robert Peneu. Scholieren en docenten van het IMEO hebben op het hoofdkantoor van het ministerie geprotesteerd tegen het besluit van de minister om een reorganisatie in te voeren op de IMEO-scholen. De IMEO-nieuwe stijl is enkele jaren geleden ingevoerd. Valies, die ook docent is op het IMEO, hield de bewindsman voor dat de reorganisatie moet worden stopgezet. Ja, wat wij zeggen is dat uitgangspunt van de nieuwe structuur is dat die 5 richtingen beschikbaar moeten zijn. Dus als leerlingen op een gegeven moment besluiten een bepaalde richting op te gaan, dan moet dat mogelijk zijn. Natuurlijk gaan we kijken als je 1 of 2 leerlingen, maar dat hebben die directeuren in de afgelopen periode ook gedaan. Nee, meneer Valies, wilt u de statistieken hier zien? Nee, laat me even weet u, wilt u zien dat we klassen hier hebben maar met 3 leerlingen in de klas? Ik ga daarop zetten. Meneer Valies, wilt u die statistieken zien? Ja, ik wil nog meer zien, maar laat me eerst mijn punt maken. Oké. Want deze statistieken liever niet. Oké, u kunt met mooie statistieken komen. Maar waar het om gaat is, het IMEO is er is een instellingsbesluit. En daar wordt gepropageerd de 5 richtingen en de 3 niveaus. Dus dat betekent, een leerling die zich aanmeldt op een IMEO-school, moet de ruimte krijgen, te alle tijden. Maar je kan niet nu zeggen, oké, statistiek willen we niet meer op IMEO 5, of we willen economie niet. Nee, die dingen moeten steeds beschikbaar zijn. En aan de hand van de aanmeldingen, dan kunnen we kijken hoe verder. Zo simpel is dat. Maar als u nu één richting of meerdere richting afsluit, dan heeft dat consequenties voor de ontplooiingskansen van onze leerlingen. Peneu was niet gediend van de aanpak van Valies. Hij gaf aan dat Valies niet voor hem bepaalt wat hij moet doen. Peneu maakte duidelijk dat reorganisatie een aangelegenheid is van het ministerie. Meneer Valies, ik hou rekening met alle studenten. Ja. Ik hou rekening met de docenten. Ik hou rekening met de IMEO-directeur. Ja. Wij gaan in overleg zitten en het reorganisatieplan samen bekijken. Maar u gaat mij ook niet gebieden en dirigeren. Ja, maar dat gaan we wel doen. Laat dat duidelijk zijn. Nee, ja. Meneer Valies. Minister Robert Peneu van Onderwijs liep boos weg tijdens de protestactie van de IMEO-scholen. Peneu zei later tegen journalisten dat Valies altijd gelijk wil hebben en zijn wil aan mensen wil opdringen. En dat pikt de bewindsman niet. Hij vindt dat als er sprake is van dialoog, de mensen open kaart moeten spelen.